het statige stadhuis van Rotterdam. Koningin Maxima brengt een werkbezoek aan halt vanwege het 40-jarig jubileum van de stichting. Jaarlijks krijgen zo'n 15.000 jongeren een haltstraf. Stichting Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit. De stichting vindt dat jongeren moeten kunnen leren van hun fouten en de kans moeten krijgen om die fouten recht te zetten. De koningin is in gesprek met samenwerkingspartners en medewerkers over pedagogische begrenzing van jongeren, de mogelijkheid voor jongeren om fouten te herstellen en de preventie van grensoverschrijdend gedrag door voorlichting op scholen. Maar natuurlijk spreekt ze ook met jongeren die ervaring hebben met een haltstraf. De jongeren vertellen de koningin dat je tegenwoordig makkelijker aan drugs komt dan aan een baan. En dat het blowen toegenomen is tijdens de lockdown. De jongeren waren bijzonder openhartig en ze wilden niet alleen vragen beantwoorden, maar zelf ook vragen stellen. Hoe de koningin zou reageren als een van haar dochters in een haltprogramma terecht zou komen bijvoorbeeld. Maxima zei dat ze opgelucht zou zijn dat haar kind er zonder strafbelat vanaf zou komen. Ze herhaalde wat ze vaker heeft gezegd. Een kind moet fouten kunnen maken en daarvan leren. En dat gold overigens ook voor de ouders. Thank you.